in de tweede aflevering, zul je dat zien, als we ook nog even op het vier zelf kon kijken. Ja. Voordat de inloer begint om half tweeën. Ja, dat begint al ongeveer. We beginnen al binnen te druppelen. Denk je dat we die tweeën even mogen verrassen? Ja, ik denk het wel. Ja? Dat gaat wel lukken. Vindt zich dat goed, jongen? Dit is een ceremoniemeisje, daar ga je erover. Lapstick voor de zekerheid. Ik loop met de gemeente. Peter Assoer dan hier even de mensen. Ik gooi je de zaak wel in de gaten. Super. Mug ik ook proficiat? Ja, dankjewel. Ik huurde dat het met de zenuwen mij veel bij ons ja, mee. Ja. En dat de goed geslopen hij. Ja, dat hoop ik. Ja, zo heb ik mijn bronnen. Hè. Lau, wacht mee aan. Hallo! Slecht weer voor een bralf, hè? Ja, beter slecht, hè? Is wel slechter geweest volgens mij. Ja, nou ja, dit weer haai ik zelf op mijn bronnen vrok. Dus is goed voor de drank omzetten, hè? Ja, dat denk ik ook wel. Ja. Dus ik kwam bij het hoes voorbij en daar stonden wat dikke wat. Toen stonden de vriendinnen van Maud, die stonden door te versieren. Ja. Goeiedag. Goeiedag. We hebben een goeie bezoek. Ja, dat dacht ik. Bezoek, ja. Hallo. Wat is het? Hallo. L1, programma onderweg. Kijk eens. Hey. Goed jongens, strak de pak. Ja. Nice. Ja, ja, ja. Samen uitgezocht ook. Ja, dat is binnen. Zussen. Hoesparen zit even binnen Keul, dus... Ja, dat snap ik. Ik zal het mij naar binnen? Ja, why not? Dan kunnen ze keur blijven zitten. Hè? Ja, want ik denk dat er vandaag nog wel meer verrassingen zullen komen. Dat denk ik wel. Hallo! Hallo! Goed bezoek! Hallo! Kijk toch wel! Goed bezoek! Hallo! Oh, ik heb het filmblog aan. Oh. Onderweg. Hoe zien ze? Dit is... De bruidegom. Roger! Ja, dat klopt, joh. Hey! Hey. Bas onderweg, L1. Ah, Bas. Ja. Ga ik zien, joh. Ja. Oh ja? Oh, dus je kent het programma? Ja. Oké. De bruid. Moeder Maud! Hallo Maud. Hi, Bas. Hi. L1, programma onderweg. Ik zal u even uitleggen. Ja. Zit geen elders? Ja. Van Maud? Ja. Maud, de wets waarom ze dich moeder Maud noemen, hè? Dit is niet afgesproken. Dit is niet afgesproken, maar... De tandenborstel. Altijd dicht bij de hand hadden. Wij zien namelijk net puur toevallig bij Ochtoes aanbeland. En door woor wat activiteit. Onder andere van die vriendinnen. Ik kon niet verhooien wat ze gedaan hebben, want dat zou jammer zien, hè, want er waren leuke verrassingen, moesten nooit verpesten. Maar de vriendinnen die vertelden eigenlijk allemaal hele leuke en warme dingen over dich. En dat is dich moeder Maud werd genoemd. Toen dacht ik bij mezelf van, oh, die hebben al kindjes voordat ze kunnen trouwen, of een kindje. Maar niks is minder woord, die is namelijk een enorm zorgzaam persoon. Mm-hmm. Richting die vriendinnen ook. En toen zeiden ze op een gegeven moment van, ja, het huwelijk is bij de papa-mam van de bruid. Prachtige plek trouwens om te wonen, proficiat om mij. Ziet er schitterend uit. Het weer is minder, hè. Prima. Ja. Juist. Roger, is er genoeg drank? Ja, dat is allemaal voorzien, ja. Oké. Kort. Is dat rustig? Ik huurde dat ze goed gesloten huis. Ja. Van mensen die ook hier... dat het met de zenuwen mij veel. Ja, veel lekker mij, ja. Vooral veel zin erin. Ja. Ik heb de zuster trouwens fantastisch goed gemaakt. Echt. Geweldig. Mooi, ja. Dat moet ik rustig gezag weer. Dig ook. Okay. Jeske, ga je het nog aan, denk je? Ja, ik herken het van mijn eigen huwelijksdag. Toen was het ongeveer hetzelfde weer als nu. Ja, dus is het misschien naar mij. Ik ben immers de vrij snel de koppakking kapot heet. Dus dit kunnen we allemaal herkenbaar voor. Maar ik heb nog meer over dit gehuurd, Maud. Dat is namelijk dat ze enorm goed kent, Atte. Ja. Dat kan wel. Dat zeggen ze, joh. Dat zeggen ze. Ja. Sterker nog, ik heb ook gehoord dat als het erop aan zou komen, en ik persoonlijk vind dat
een enorm goede eigenschap. Daar steeg Roger nog wel onder de toffels, u kent. Oh, onmerkelijk. Onmerkelijk. Nee, Roger is sneller. Sneller met atten. Ja, maar dat heb je niet. Ga je durven onder de toffel drinken. Oh. Nee. Dus die kent ze hem goed hebben. Die kent hem goed mee. Ja. Waar heet ze dat van, papa en mam? Ja, nou, helemaal niet. Wat hebben die in scène gezet? Nee. Ik zal het nogmaals herhalen. En er zullen nog wel meer verrassingen komen vandaag. Ja, door is het ook een huwelijksdag voor. We reden dus puur spontaan, zoals we dat altijd doen, reden we door in Panningen de Stroot binnen. En dan zogen we een bepaalde activiteit. Nou, dan gij ze door met draaiende camera, gij ze door op af. En wat schetst dan ons verbazing, is dat het huwelijk op een bepaalde plek plaatsvindt. Geen horecagelegenheid, maar bij de elders van de bruidtoes. En het was eigenlijk het voorstel van die vriendinnen. Dan moest ze even in Kessel gaan kijken. En zo zien we. Nou, ik moet eerlijk bekennen, die jongens hadden honger. Dus we hebben eerst nog een broodje gegeten in Helden. Een broodje, noemen ze dat ook. Sorry? Ja, nee. En zodoende zien we heen naartoe gereden. Ook weer op de Bonnefoy. In de hoop. Dat we ook aan zou je treffen. Want ja, er was boete nog niet veel, hè? Half twee inloop, vanaf half twee. Ja, dus we moeten... Ja. Dus dat wil ik... Kijk, ze is zelf ook... Juri, ze is zelf ook een beetje ceremoniemeester. Ja, dat is een lerares, hè? Dat een christendag. Oh ja. Hoe staat ze voor de klas? Bij Gilde en Vendo. Oké. En wat zien die leerlingen, welke leeftijd? Tussen de 16 en 21. Oeh. Ja. Oeh. Pittige pubers. Pittige pubers? Ja. Maar die kennen ze hier wel aan? Ja. Zeker dat. Oké. Dus de beste... Top docent geweest. Ja. Twee keer toch? Ja, genomineerd. Ja. Oh, twee keer genomineerd. En één keer geworden. Oké. Nou, voordat we ook loten gewoon, hè, want we willen niet al te zeer op de dag drukken. Roger, volgens mij gessen... Een lot uit de loterij, of niet? Ja, geluksvogel. Oh. Ja. Wat is haar allerbeste eigenschap? Ja, zoals ze net al zei, ze staat altijd voor het Rijn Kloor. Ja. Dus, het zei alles, ja. Ja. Zeker. En waarom is hij een goede match met zich, Maud? De rust bewaren en altijd positief naar alles toekijken. Kijk. Nou ja, ik heb gehuurd in de korte tijd dat je een hele goede match ziet. Iedereen heeft er heel veel vertrouwen in, dus ik zou zeggen, wat kan er nog mis gewoon? Niks denk ik, nee, hè? Laten we maar gewoon beginnen. Lot gewoon. Oké, papa man, jij hebt er ook alle vertrouwen in? Zeker. Ja? Zeker dat. Oké. Ja. Is er... Sorry? Helemaal. Is er nog een... geweldig. Hectiek. Is er ook nog een huwelijksreis gepland? Ja. Op naar Sicilië. Oeh. Zo van, het is hier nog niet warm genoeg. Begon, ja, precies. Ja. Oké. Okay. Ja. En wanneer vertrek je? We zorgen eerst dat papa en mam er weer goed bij komen te zitten. En dan komen we groen zich de kant op. Oké. Okay. Ja. Doen op tijd, die een schoonhoed. Want die zussen nou toch niet. Oh, kijk. Oh, ja. Want ik heb toch ervaringen mee dat er nog een bepaalde dame, waar ik bijna 25 jaar mee getrouwd ben, dat die nog zeker een week niet fatsoenlijk was lopen vanwege de bloren. Dus goed geanticipeerd. Ik denk dat het goed gaat komen. Ja. Mug ik ook, namens het team van Onderweg, een fantastische ceremonie en bruiloft en fiers en huwelijksreis toewensen. Ja, zeker. En je ziet nou gewoon echt van ons af. Nee, geen probleem. Leuk dat je even binnenkwam. Dankjewel. Heel veel geluk met het bruidspaar. Ja. En wee druipen nu langzaam af. Dat is goed. Ja, misschien dat we nog heel even langs de bar gewoon... Nee, flauwkeur. Zeker doen. En bedankt dat we heel even binnen mochten komen. We hebben het netjes aan Juri gevraagd. Dat is goed. En aan Diene Pap. Ook ik. Peter, hè? Ja. Ja.
De heel ontspannen, leef er lekker in zijn overhemdje met zijn slipsje. En ja, moet ik ook zeggen, relax de elders. Ja, nog wel. Nog wel. Nog wel, ja. Goed, zit geen type wat wel een treuntje hier loten misschien? Ja, dat is er een stukje. De eerste is al gevallen. Ja. De eerste is al gevallen, denk ik. Ja, dat is wel geweest, hè. Maar hij is wel toes geslopen. Ja, toes op Stoksverweg. Ja, ja. Oké. En wanneer zoekt zich heur voor het eerst in het kleintje? Ja, straks om 11:30 was het, hè? Ja. First look. Geweldig. Jong geluk. Ja. Tot ziens. Ja, en bedankt. En ik lood via de vriendinnen even wie het wanneer het wil doen gezongen. Dat is fijn. Goed? Ja. Hoi allemaal. Hoi. 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 Hoi.